Dit jaar staat het Openluchtmuseum in het teken van ontmoeten. Een onderdeel daarvan is de nieuwe tentoonstelling Heb je een vuurtje voor mij? In de Wagenhal, bij de oude ingang van het museum, hebben we een wisseltentoonstelling voor je ingericht die je zal ontroeren. Aan elk collectiestuk ligt namelijk wel een ontmoeting ten grondslag. Een van die voorwerpen is deze Mars. En een Mars is tegenwoordig natuurlijk een soort snoepgoed, maar eigenlijk is dat ook de naam voor deze kast. En het is niet zomaar een kast, het is een kast die een Marskramer, iemand die langs afgelegen gebieden ging en daar langs boerderijen ging om voorwerpen te verkopen. Een Marskramer droeg deze Mars op zijn rug. Het is een kast, het kon ook een mand zijn. En daarin had hij allerlei spullen die hij langs boerderijen bracht, die mensen van hem konden kopen. Het gaat bijvoorbeeld om pannen, om stof, om prenten, kant, knopen. Allerhande dingen die mee te nemen waren en waar vraag naar was. Een Marskramer kon veel in zijn mars hebben, dan had hij veel te verkopen. Een spreekwoord dat we nog steeds kennen, maar we weten eigenlijk helemaal niet meer waar dat vandaan komt. En deze Marskramer had ook echt wel wat te tillen. Deze Mars weegt 20 tot 50 kilo. Stel je voor dat je hiermee rond moet trekken. Je sjouwt hem op je rug. De wegen zijn in die tijd nog niet verhard. Je moet best wel een end lopen, want in de steden zijn winkels en je gaat juist naar het buitengebied. En niet alleen de spullen in je kast zijn gewild of geliefd, ook de verhalen die je onderweg hoort. Want stel je voor, je komt aan iedere boerderij, bij iedere boerderij in allerlei dorpen in de hele omgeving. En je hoort overal verhalen, dingen die net gebeurd zijn. Sterfgevallen, maar ook huwelijken. Niet alleen het grote nieuws, maar ook de roddels waren natuurlijk een soort van waren die de Marskramer met zich meenam. En zoals deze Mars zijn er nog veel meer voorwerpen op deze tentoonstelling te zien die gaan over ontmoeten in het dagelijks leven. Nieuwsgierig geworden? Dat kunnen we ons voorstellen. We hopen je dan ook snel te zien in het Nederlands Openluchtmuseum. Tot dan!